Hoeveel tomaten kun je van één zaadje? Ik denk het ros. Ik zou het niet weten. Ik denk 15. Kilo of 3? Pfff, echt geen idee. 10. Nou, er zitten in tomaten wel heel veel zaadjes. Dus misschien 500, 600. Kijk, hier moet ik zijn. Nunnums, dat is het groentezaadmerk van Bayer. Elke dag bereiken zij via die zaadjes 300 miljoen mensen. Nou ja, hier hebben ze ongetwijfeld het antwoord op de vraag: hoeveel kilo tomaten groeit er eigenlijk uit één zaadje? Ik ga op zoek naar Frank. Dit is alles wat er afkomt. Ongeveer 35 kilogram uit één zaadje. Dus die zaadjes zijn gewoon echt goud waard. Die zijn inderdaad goud waard. Dit ongeveer 10 jaar vanaf de eerste kruising tot en met het product klaar is om op de markt te zetten. En dat duurt zo lang omdat we allerlei eigenschappen in willen bouwen om de tomaten nog beter te maken. Als jij een tomaat proeft van 40 jaar terug, vergelijk met de moderne ras, smaakt die beter. Beter? Zeg nou. Ja, absoluut beter. Uiteraard gecombineerd met meer resistenties, zodat we een betere smaak hebben. En dat het uiteindelijk minder hoeft te spuiten. Dus we gaan richting de biologische tomaten. Ja, absoluut. Ja. Kan je me iets meer laten zien van het begin? Hoe jullie gaan beginnen met die veredeling? Loop maar mee. Ja, is prima. Kijk, dit is een normale bloem met de vrouwelijke en mannelijke delen. En wat we dan eerst moeten doen, is het verwijderen, zoals bij deze bloem al zojuist gebeurd is, is alleen maar de stamper te zien in het midden. En om nou een kruising te maken, gaan we bijvoorbeeld van deze plant gaan we stuifmeel oogsten. En dan tikken we op die bloem en dan komt de stuifmeel eruit. Nou, in dit geval is het heel erg weinig, maar het is ook microscopisch klein. En dan zit er een minuscule beetje op je nagel. Dan kom ik heel voorzichtig met mijn duim met stuifmeel. Doe hem er even overheen en hij is bestoven. We hebben een nieuwe kruising gemaakt. Je gaat me toch niet wijsmaken dat dit allemaal met de hand gebeurt, hè? Helaas wel, ja. Het is alles gebeurd met de hand. Ja, dus kruisbestuiven is ontzettend arbeidsintensief. Dat zakje voor de teler. Een paar euro. 2.500 euro's? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou een paar euro zeggen. 200 euro. Dat is 15 euro. Dit zijn 1000 zaadjes. En ik zei net, die zaadjes zijn best wel wat waard. Wat is dan zo'n zakje waard? Kan je een bedrag noemen voor jou thuis? Ja, dat is ongeveer 1000 euro. Hoe krijgen jullie die zaadjes nou uit de tomaat? Ja, dat kan ik je laten zien. Ik zal hem doorsnijden. In feite zie je de zaadjes al liggen. Daar zijn ze. Een kwestie van eruit te halen, drogen. En in het zakje stoppen. Stel, jullie hebben een ras en jullie willen dat ras ook zien te behouden. Hoe doen jullie dat? Een hele grote genenbank in ons bedrijf, waarbij alle kruisingen en alles wat we verzamelen, dat gaan we in stand houden. En gebeurt dat ook internationaal bijvoorbeeld? Ja, dat gebeurt ook internationaal. Spitsberg is een heel mooi voorbeeld waar allerlei landen zaden naartoe sturen. Mocht er een grote ramp gebeuren met de mensheid, dan kunnen we altijd weer terug om die oorspronkelijke zaden uit Spitsbergen te halen en weer een snelle vliegende start te maken. Nou Frank, dan wil ik jou ontzettend bedanken. Ik vond het een leerzaam iets. Ik had er nooit van gehoord, zaadveredeling. Ik weet wel dat dit heel veel geld waard is, dus die ga ik netjes teruggeven. Ik ga terug naar Lisa. Dankjewel. Dankjewel. Super. Groetjes. Yo. Hoi.